En als je er niet door bent, die andere 998 keer, dan zeggen ze ook niet waarom dat je er niet door bent. Ah nee, want stel dat je nog iets zou kunnen bijleren of zo. Schandalig zou dat zijn. Dus als je dan toch zelf vraagt van waarom, dan is dit altijd het antwoord. Je bent het type niet, 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 je past niet in de rol, want je bent te jong voor de moeder, te ruig voor de prinses, te lief voor de heks en te lelijk voor... Ah, wacht, daar moet ik iets anders op voorzien. Ja, te lelijk hebben ze nog nooit gezegd, eigenlijk. Dank u. Ik heb hier nog nooit een applaus. Dank u, papa. Maar wat ze al wel hebben gezegd is... Uw haarkleur is te fel, dat valt te hard op in het ensemble. En achteraf geven ze iedereen een pruik. Echt waar. Zelfs iemand een rosse pruik. Verstaan jij het? Ik geniet ze. Maar je bent het type niet, je bent het type niet. Je bent het type type motherfucking type niet. Je bent het type niet, je bent het type niet. Je past niet in de rol, want je bent te jong voor de moeder. Te ruig voor de prinses. Lief voor de heks en te vrouwelijk voor een man. Dat klopt ook. Maar het is moeilijk om te blijven vechten voor elke rol, terwijl er naast jou 150 anderen staan. Ja, het is moeilijk om te accepteren dat niemand het lijkt te zien, dat je duidelijk meer talent hebt dan de rest. Maar ze zeggen je bent een toffe griet, maar toch een type niet. We zoeken enkel nog een vent en jij hebt geen piet. Het doet me veel verdriet, het is zo hypocriet. Ik vind het allemaal flauwekul, ik ben verdorie geschikt als een moeder. Fucking perfect voor de prinses, geschift als een heks. Ik ben alleen geen BV. Dankjewel, dat was het eindelijk.